Zoals Desiderius Erasmus ooit al zei, de belangrijkste hoop van een natie ligt in de juiste opleiding van haar jeugd. Met haar 3800 academici en professionals, en zo'n 37.000 studenten uit meer dan 140 landen, is de universiteit super divers. Met de diversiteit aan promovendi en assistentprofessoren zit het wel snor. Maar bij elke volgende stap in de academische loopbaan neemt de genderdiversiteit af. En dat moest wel veranderen. Toch, Semia? Ja, absoluut. We zagen dat er in de carrièrekans voor vrouwen meer drempels leken te zijn. Dus daarom hebben we Policy 25-25 ontwikkeld met als doel om in 2025 25% vrouwelijke hoogleraren te realiseren. Dat doel hebben we in 2020 al bereikt, dus we gaan nu naar de 35%. Ah, kijk, de lat gaat omhoog dus. Kun je iets meer vertellen over het proces? Ja, ze krijgen individuele coaching, financiële ondersteuning en ook onafhankelijk advies op hun carrière. Ook kijken we naar organisatiefactoren. Zijn die wel transparant genoeg en zijn de criteria wel objectief genoeg? Nou ja, ik snap hem. Hey, en jullie hebben meer plannen toch? Absoluut. Met Policy 25-25 richten we ons op genderdiversiteit, maar we gaan er een nieuwe dimensie aan toevoegen, namelijk culturele diversiteit. Zo gaan we onze universiteit nog diverser maken. Nou, ze zitten daar niet stil in Kralingen. Ben jij nu ook zo benieuwd naar de activiteiten van de andere genomineerden? Kijk dan op 010inclusief.nl.